Maar Amsterdam is perfect voor mij, omdat het is een grote internationale stad, maar het voelt als een klein dorp. Je pakt je fiets, je bent zo bij je vrienden. Ik heb mijn favoriete koffietentje om de hoek zitten. Alles is lekker dichtbij en mensen zijn aardig. Het is gewoon, ja, voelt echt als thuis. Hi, ik ben Vera. Welkom in mijn huis in Amsterdam. Ik woon hier samen met mijn lieve vriend. Hoi, aangenaam. Ik ben Gijs. En welkom bij ons thuis. Ja, door de week ben ik heel veel op reis voor mijn werk. Maar nu zijn we lekker in het weekend samen thuis. En dan maken we zoals altijd... samen een ontbijtje, kopje koffie. Gijs die werkt als architect en we zijn al 10 jaar samen. En we wonen hier sinds 3-4 maandjes in dit appartement. Dit is de ruimte waar we de meeste tijd spenderen thuis. Hier in de keuken maken we samen lekker ontbijtjes. Of hebben we vrienden aan het kookeiland als er lekker gekookt wordt in het weekend. Wat is jouw favoriete ruimte? Dat is sowieso de woonkamer met de mega grote bank. Waar we vaak met vrienden een film kijken en lekker zitten te chillen met z'n tweeën. Ja, lekker filmavondjes en lekker relaxen als ik terugkom uit het buitenland. Maar als de zon schijnt, zitten we ook heel graag lekker buiten. Op ons balkon. Het liefste drink ik hier mijn ochtendkoffietje in de zon. En dan gaan we naar het eetkamerstukje van het huis. En nog wel een leuk feitje, in coronatijd ben ik samen met Gijs, mijn vriend, zijn we kunst gaan maken en ook onze eigen meubels. En nu gaan we naar de chill-out area van ons appartement. De reden dat we verliefd zijn geworden op dit huis is omdat het aan beide kanten een balkon heeft en zo lekker licht is en zo open. En dan ons favoriete item, deze geweldige bank van Westwing. Ik werk als model, inmiddels 7 jaar fulltime. En sinds een jaar ben ik ook als stylist aan het werk en heb ik samen met mijn vriend een kunstbedrijfje. Meestal reis ik voor werk van maandag tot vrijdag ben ik in het buitenland. En dan in de weekenden ben ik meestal thuis. En dat is ook gewoon een heerlijk gevoel dan om thuis te komen in een... dat alles is van jou en alles is knus en gezellig, want hotelkamers zijn niet altijd... de meest gezellige plekken. Ik denk dat mijn stijl... ja, het is wel minimalistisch. Scandinavisch. Arty. Kom, dan laat ik jullie de rest zien van het huis. Oh ja, trouwens. Deze spiegel hebben Gijs en ik ook gemaakt. En hier kijk ik altijd even mijn outfits in voordat ik het huis uitga. Nou, welkom in onze master bedroom. De stoel, Rotan stoel van Westwing, heeft ons geïnspireerd om uiteindelijk ook onze kledingkasten van Rotan te laten maken. Omdat we die zo mooi vonden. En dan ons super comfortabele bed. Ik slaap lekker aan de linkerkant en Gijs aan de rechterkant. En hier kom ik bij van een werktrip of als ik een jetlag heb uit New York. Ik ben een echte dromer. Ambitieus. En echt een gezelligheidsmens. Nu heb ik jullie al mijn favoriete plekjes in het huis laten zien. Dankjewel voor het kijken en tot snel, Westwing.